Lang zullen ze lezen, dat was op Tweede Paasdag de slogan van de Bibliotheek Gelderland-Zuid. Want de BIEB vierde haar 100ste verjaardag. Diane Weersink arriveerde met het eerste exemplaar van het jubileumboek, waarin de geschiedenis van 100 jaar bibliotheek te vinden is. Zo verhandigde deze aan burgemeester Bruls. Verspreid over de dag vonden er verschillende activiteiten en gebeurtenissen plaats om deze bijzondere verjaardag te vieren. Zo werd er een kunstwerk onthuld dat gemaakt is door basisschoolleerlingen. 3, 2, 1, en een talkshow door Hanneke Groenteman met de ambassadeurs van de bibliotheek. Ik ga vanmiddag praten met een aantal belangrijke mensen van deze bibliotheek, de zogeheten ambassadeurs. Nou, een boek waar ik echt aan moet huilen was De Boekendief. Er is ook een film van nu, maar goed, lees het boek, zou ik zeggen. Ja. Nou, ik denk dat de bibliotheek een buitengewoon belangrijke instelling is. En zoals het vroeger al was, het heeft natuurlijk iets te maken met de verheffing van het volk. Maar het is natuurlijk wel een instituut dat ervoor zorgt, dus dat ook mensen meedoen aan onze maatschappij. En daar ben ik wel heel trots op. Ja, ik ben als kind altijd al ontzettend graag in de bibliotheek gekomen. Ik ken het nog in de Lindenberg, zeg maar. En dat was altijd een feest om daar te komen en weer met nieuwe schatten naar huis te gaan. En ik heb ontzettend veel gelezen, dus de bibliotheek betekent heel veel voor me, ja. Geïnteresseerden in de geschiedenis van de bibliotheek kunnen de komende maand nog de speciale expositie bezoeken die in de BIEB is opgezet. Een uitgebreid verslag van deze feestelijke dag is aanstaande zondag te zien in ons programma 100 jaar bibliotheek.